Hier hebben we een klein bankje waar je dan even lekker op kan uitrusten. Het zit best wel lekker. Zo'n 200 kinderen zijn deze week druk in de weer om de mooiste en beste hutten te bouwen. Dit is een molen en dit is dan hierop komen de wieken. En dan ja. En dan kunnen we ze zo omdraaien. En met een beetje geluk vinden ze het zo leuk dat ze later de techniek in willen. Ze mogen bouwen wat ze willen, als het maar binnen het budget past. Mag ik spijkers? Tuurlijk, 10 euro. 10 euro. Want elk groepje krijgt 1500 euro speelgoedgeld om materialen te kopen. Het is met geld leerzamer, maar ik denk ook dat het een stuk leuker is, want ze moeten veel beter samenwerken en er beter over nadenken wat ze gaan doen. En ik denk dat het echt toegevoegde waarde is voor de kids. Dank je. Doei. Doei. Bij het bouwdorp proberen ze de kinderen iets bij te brengen over geld, maar ook over duurzaamheid. Ze krijgen namelijk, als ze 50 euro betalen, een zonnepaneel. En iedere dag kunnen ze 50 euro terugverdienen. En dit is het soldeerwerk en monteerwerk wat ze dus moeten gaan leren. Zonnepanelen leveren dus geld op. En dat lieten de kinderen zich geen twee keer zeggen. Al snel waren alle panelen uitverkocht. Binnen zie je dan dat lampje branden. En dan heb je ook een heel klein lichtje. Voor als je... Als het al donkerder wordt. Vandaag wordt de mooiste hut gekozen en gaan de zonnepanelen weer terug naar de werkplaats. En of er veel nieuwe monteurs zijn gevonden? Ja, ik wil later bouwvakker worden. Dit doe ik meer voor de leukheid en de gezelligheid.